Yo, vrienden, ik ben Denske en welkom bij deze nieuwe video van Call of Duty Black Ops 3. En vandaag is het weer een nieuwe Supply Drop Unboxing video. Nou, ik maak deze video's niet al te veel. Ik vind het wel leuk om zo nu en dan te doen, maar natuurlijk niet elke keer. En dit zal misschien wel de laatste Supply Drop Unboxing video kunnen zijn van Black Ops 3. Ik weet niet of ze in Infinite Warfare ook zullen zitten. Waarschijnlijk wel, want dit is echt gewoon dikke business. Maar er was nou een actie waarbij je dus dit kon doen, de Supply Drop bundle, en dan kreeg je 3 rare supply drops voor 1000 points. Nou, ik heb in totaal 5200 points, dus ik zou 2 van deze kunnen nemen en hou ik nog 500 points over. Dan kan ik vervolgens nog wat rares mee openen. Dus dit zou voor mij de grootste supply drop opening video zijn die ik ooit heb gemaakt. Want dan hebben wij meer dan 22 supply drops die we openen. En dan krijg je natuurlijk ook nog allemaal duplicates, dus je krijgt extreem veel punten. Dus deze video, dat zal bomvol zitten met heel veel content. Hopelijk content die we nog niet hebben gehad. En er is maar één manier om erachter te komen en dat is om te beginnen. Dus laten we van start gaan. En we beginnen met deze. Dus de bundels voor 10 rare supply drops. En dan krijg je dus 2 keer zoveel als dat je normaal krijgt. Dus dat zien we graag natuurlijk. Open supply drops. Nou, hopelijk wapens die we nog niet hebben gehad. Weet je, ik vind van die head teams en shit, dat vind ik al leuk. Camo's zien er leuk uit. Maar wij zijn hier voornamelijk natuurlijk voor maar één ding. En dat zijn de wapens. En er zijn ook redelijk wat wapens die ik niet heb gehad. Ik wou zeggen, alleen een panda dat op zijn gezicht gesminkt is. En hij heet panda, dus dat is vrij leuk, best vet. 20 crypto key bonus, dat is op zich ook wel prima. Er zijn eigenlijk 3 wapens die ik wil hebben in deze supply drops. En als we 1 van die wapens krijgen, ben ik eigenlijk al lang tevreden. En dat zijn de MX Garand, de nieuwe MP40, ik weet zo niet meer precies hoe die in deze game heet. En de Peacekeeper. Laten we hopen dat we 1 van die dingen krijgen. Ik weet niet of er nog verder rest nog meer is wat we kunnen krijgen. We hebben in ieder geval een September Contraband Epic Taunt. Die zijn altijd best wel sick. Ik heb er nog geen enkele van. Nomad. Is dat niet die... It's a trap. Dus dan is dat natuurlijk met dat je al die irritante bolletjes overal opschiet. Niet heel erg fijn, want die gebruik ik nooit. Maar wel vet dat hij ertussen zit. Dus die gaan we zo meteen bekijken. Dit ziet er super saai uit van de Firebreak. We gaan snel verder. Oké. Wij zijn hier voor de wapens, zoals ik al zei. En als we geen wapens krijgen, dan gun me op zijn minst leuke camo's. Ik weet ook niet of er überhaupt tussendoor nog wat nieuwe camo's zijn uitgekomen. Niet dat ik weet eigenlijk. Ik weet ook niet of er überhaupt nog extra content bij gaat komen voor deze game. Of dat het nou gewoon klaar is, omdat binnenkort natuurlijk de nieuwe Call of Duty uitkomt. I don't know. Weer een September Control. Hey, dat is Panda. Panda, panda. Dat is wel lachen. Dan hebben we daar misschien een complete setje. Ik weet alleen niet of het voor de Nomad was die we net hadden. Ben ik niet zeker van. Whatever. We gaan verder. Een nieuwe taunt. En als laatste. Wat is er met die panda's? We krijgen zoveel panda's. Jezus. En een prachtige mooie Royal Camo. Als je die inmiddels nog niet hebt, dan weet ik het ook niet meer. Die krijg je echt letterlijk overal bij. Bij een pakje boten. Ja, bij die taunts en zo. Ik heb zoveel taunts. Ik weet niet of ik ze al heb of niet. Het is maar één manier om achter te komen. Dan zien we pas aan het einde van de video. Dan gaan we al die dingen controleren. Dus dat is vet. Ik zag daar volgens mij net zo'n melee weapon, heel kort. Maar we hebben het niet gekregen. Beetje jammer. Volgens mij dat ding met die spikes eraan. Die bal, zeg maar. Of een bal. Die zaag. Step off is volgens mij niets nieuws. Ook weer van die uber saaie camo's. Ook weer voor die wapens waar je van denkt van... XM53. Alsof ik dat ding überhaupt nog ooit aangeraken. Nee. Hey! Oeh, dat is voor de Spectre. Die is sick. Spectre, favoriete specialist. Voor Search and Destroy tenminste. Shadowblade. Dat is awesome. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat kan ik mooi gebruiken in Search and Destroy. Dat kan ik een beetje pimp doen. Shadowboxing kennen we al. 10 extra cryptic bonus. Not bad. Not bad at all. Nunchucks, niks nieuws. Argus. Stock variant. En 30. Hoppakee. Dit was gewoon letterlijk een gratis opening. Nice. Ik weet nog wel, in de vorige video, toen hadden we ook echt extreem veel ongeluk. Want toen kregen we nooit veel crypto key bonus. We hebben nu al een paar keer bij rond de 30 en 20 gehad. Dus dat is op zich wel al mooi. Waarschijnlijk willen ze dat ik meer geld hier aan besteed. En Raven. Nou, die saaie. Echt van die hele subtiele kleuren. Zwart, grijs en zo is niet vet. Pyramides. Nou ja, ik ben niet zo van de pyramides. En Spitfire. Oké. Zo snel kan je geld erin gaan. Oké, we zijn nog niet klaar. We gaan weer verder. We hebben er nog 1000 over. En daarna de 500. Met die 500 kan ik alleen maar 2 rares openen. Want die rares zijn 200 per stuk. Dat hebben ze altijd zo leuk gedaan. Hè? Dat je altijd wel geld overhoudt. Of punten, beter gezegd. Daar kun je dan helemaal niets mee. Wat is dat voor gek ding? Hey, heb ik die ooit gezien? Oh ja, Intensity die ken ik wel. Ziet er alleen raar uit op pistol. Dit leek net zo'n Pac-Man spookje op de hoofd. Toen ik heel snel keek.
Whatever. Cliffhanger. Package. Wackage. Open. Next. Nieuw wapentje! Iedere keer denk ik dat we wapens krijgen, dan flikken ze zoveel geel. Meestal kreeg ik ze dan ook. Maar volgens mij is dat veranderd zo, want ik krijg nou helemaal niks. Ja, dat is waar. Oké. Oeh, leuk! Oh, wow! Is dat... Dat is toch geen panda? Dat is een overleden panda. Better, die is fucking eng, man. Deze schrikt echt af. Kijk dit, man. Lijkt wel een duivel. King of the Castle, heb ik 2 van de 6. Ik heb nog geen enkele collector set compleet. Geen enkele, dat is echt jammer. Want dan krijgen ze een dynamic calling card. Fights for the Pharaoh. Heb ik denk ik al... Ik ben benieuwd hoeveel duplicates we aan het einde van deze video hebben. Want er zullen er enorm veel zijn. Emergen. En de Raven. Echt, de Raven en de panda. Die zijn in de aanbieding volgens mij. Ze zien er allebei hetzelfde uit. Ze zijn allebei zwart met wit. Whatever. Ook weer een prachtig mooie timber camera voor de 48 dredge. Want why not? Alright. En Haptic heb ik al. Normaal gezien zou ik blij zijn. Haptic is best een lachen camo. Maar niet als je hem al hebt. Of in ieder geval, dat denk ik. I don't know. Ik begin te twijfelen. Heb ik die al? Ik gebruik de camo nooit. Weet je wat het is? Haptic is vet, maar ik heb Dark Matter. En Dark Matter is vetter dan Haptic. Dus waarom zou ik Haptic nemen? I don't know. Dark Matter is eigenlijk vetter dan alles. En weer een panda! En Haptic voor de BRM. Die heb ik volgens mij niet. Het zijn wel vette headbeams met die hoedjes op en shit. Ik heb echt zoveel panda's. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik zie ook de hele tijd wolven tussendoor, maar die krijgen we niet. Dracon, Ballistic, CPU variants. Die variants boeien nooit, want ze doen letterlijk niets. Daarnaast op de Dracon, ik gebruik de wapen ook niet. No Jones en Hallucination. We hebben er 3 van deze over. Wat we straks ook kunnen proberen is die 6-pack. Dan krijg je 6 common supply drops. Normaal is dat 60 punten en dan heb je ze voor 45. Dus dat is, goed, dat is goedkoper. Je kunt ook voor rares gaan, maar ik denk dat ik daar ook voor 6-pack ga. Gewoon eens om te kijken, dan hebben we meer te openen. En we willen meer openen. Open is leuk. Vooral als iemand anders geld is, of niet? En weer... Oh mijn god, de panda's jongens, de panda's! En weer, hey, gratis. 30 cryptic key bonus. September contraband. Open a next. Is het september? Dan is het zeker morgen oktober. En dan zullen we zien dat er morgen nieuwe wapens uitkomen. Als jullie deze video kijken. Waarschijnlijk is dat het geval. Als dat is, word ik gek. Waarschijnlijk is dat. Ik heb dat al zo vaak gehad. Dan doe ik van die supply drop opening video's. Dan besteed ik 20 euro aan die video. En de dag erna komen er nieuwe wapens uit. Rit. Dat zou ook nog best kunnen. Gewoon om Call of Duty nog heel even te hypen voor de volgende release. Oh, oh shit. Die is sick. Ho, dat is by far now the best. De Phoenix Outrider body theme. Oeh, die is nice. Me like it. Oké. Dus voor de grap kijken of we duplicates hebben. We hebben nou 17 duplicates, 17 commons. Dan krijgen we 17 cryptic keys voor terug. Ik doe het daarvoor. Ik vind het leuk om op te sparen. Oké, we gaan deze pack openen. We hebben 6 dingen. Het zijn allemaal van die normale, maar ik vind het op zich wel leuk om te doen. Dus why not? Allemaal common supply erop. Hier, dan krijgen we tenminste gelijk epics. En een turtle. Het gaat om de turtle. Nee, maar het is zo typisch, jongens. Die comments zijn volgens mij tegenwoordig bijna net zo goed als de epics. Het doet eigenlijk vrouwen niks van rares, whatever, hoe ze heten. Rare supply drops. Oké, ik neem mijn woorden terug. Is niet waar. Jezus, dan krijg je gelijk troep. Oké, ik heb dat niet mogen zeggen. Nope. We gaan dadelijk gelijk over naar de rares. En weer een attachment. Nog geen enkel wapen gehad, hè? Nog niet eens een melee weapon. Nog niet eens. En ik heb volgens mij al redelijk wat geopend. We houden gelukkig nog wel wat punten over. Ik kan daar ook nog wel wat rares proberen, maar... Ik vind het leuker om dit te doen, omdat ik dan 6 dingen heb te openen in plaats van 1. Snap je? Alleen, blijkbaar loont het niet, want het is echt nou allemaal garbage. I got broads in Atlanta. Jesus, don't be in the family. Credit cards in the scams. Jesus. Zoveel pandas. Oké, we gaan nou voor een rare. Gewoon omdat het kan. Gun dan op zijn minst iets goeds, anders ga ik gelijk weer terug naar die andere. Oké, hier, dat bedoel ik. Mijn epic taunt, dat is op zich best wel nice. En voor de Seraph. Niet verkeerd. Ik ben benieuwd hoe die dingen er allemaal uitzien. Death Blossom. Ik heb dus... Ik heb
Oh, ik kan natuurlijk deze nog... Ik dacht dat ik die punten niet meer had. Ik had er 5 punten over. Dat is waar ook. Ik dacht dat ik een 100 had. Ik kan er 2 van deze openen. Hey. Package Wackage. Dat heb ik ook al een paar gehad. Ik weet niet van de Spectrum. Maar... Oh, nee! Deze kun je maar 1 keer per dag doen. Die sixpack. Meh. Great. Nou ja, weet je wat het is? Het was toch niet eens een heel groot succes. We gaan weer terug naar de worst. I don't care. Terug naar de worst. Heb je ook nog de kans dat we natuurlijk die bonus krijgen? Die crypto key bonus. Dat is 1 ding. 2 van de 6. We hebben ook natuurlijk nog die points. Dat had ik weer. En... Cellmate. Wow. Die cellmate, die lijkt weer verdacht vol op panda. Hij lijkt heel veel op de panda. Pharaoh, Camera Monochrome, Knight. Nou, die is niet heel erg vet. Ik heb veel vetter voor de Spectrum. Deze is sowieso al vetter. Oké, dan gaan we weer over naar de gewone points. Step off. Knight decal. Ik heb volgens mij alle decals in deze game al. Ik kan use one of those myself. Oké. Ik heb daar natuurlijk nog een duplicate. Hij viel me een beetje tegen. Ik had net 17 duplicates, maar er waren allemaal... Ik had 17 duplicates, maar dat waren allemaal commons. Dus al die dingen die ik had gehad, die rares en alles, had ik nog niet dubbel. Maar dat komt waarschijnlijk omdat heel veel van die September contraband zijn. En die zijn dan nieuw in september volgens mij. En die heb ik natuurlijk dus niet. Want ik open vrijwel geen supply drops. Omdat ten eerste, ik speel weinig. En ten tweede, als ik speel, speel ik Search and Destroy. Dus ja, dat schiet niet erg op. 53 punten over. We kunnen er nou nog eentje openen. Dan gaan we de duplicates burnen. Hey, die zijn fucking vet. Met die, die skateboardplaatjes. Sheriff Emblem. Niet eens vet. Oké, nou moeten we de duplicates gaan burnen. Kijk, 35 punten terug. Nou kunnen we dan kiezen om rares te gaan openen. Of om commons te gaan doen. Ik kan 2 rares openen. We beginnen met de kop. Ik kan waarschijnlijk 3 commons openen en 1 rare. Dat is mijn bedoeling. En die laatste... Ik zag hem al. Soms kun je gewoon precies zien wat je krijgt. Oké. Okay, Luchador. Seraph Head Team. Ik weet... lijkt ergens anders op. Ik weet niet precies wat het is wat ik bedoel. Maar kinky shit. Laten we het daarop houden. Oké, okay, volgende. De volgende team. Het is niet anders. Oké, okay, dit is onze laatste hoop. Ja, niet onze laatste. We hebben hierna nog 1 rare natuurlijk. Maar voor de comments is het onze laatste hoop. Duidelijk 3 keer niks. Ik heb gewoon geen enkel wapen gehad op dit punt. En het enige wat nou nog zou kunnen zijn dat ik op zijn minst een melee weapon krijg. Want ik ga er niet vanuit dat ik ook maar 1 van de 3 wapens krijg die ik voor straks heb opgenoemd. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon nooit gelukt met dingen winnen. Ik doe ook altijd mee met de loterij. Ik heb nog nooit gewonnen. Ja, ooit. Ooit. Misschien 8 euro. Maar ik heb misschien al 200 euro aan besteed. Een beetje hetzelfde verhaal als met dit. Dus, last but not least. Dit wordt hem hoor. Dit wordt hem. Het is alles of niets. Let's go. Het is niets. Ik zag het al. Het enige wat we konden krijgen uit de laatste, dat was een shotgun. misschien nog iets duplicates? Oh, er is nog ook. Klein sprangletje op. We hebben nog 9 duplicates. We kunnen dus we kunnen de common openen. Hoe grappig zou het zijn als we nou 3 dingen krijgen die we al hadden. En dan krijgen we weer 3 punten terug. Dat zou op zich wel geinig zijn. Circuit Line, Stealth en Saturn. Deze al? Ah, nee. Ik kom 1 punt tekort. Fuck. Oké, okay, we gaan even kijken wat we nou allemaal hebben gekregen. Redelijk veel shit. Maar geen wapens. En daarvoor kwamen we. We beginnen met dit. De body. Body theme. Of hoe die ding mag heten. We hebben er 2 gekregen. Dat is deze. Die ziet er gewoon echt uit alsof het een standaard ding is. Echt super saai. En panda. Papa panda. Ja, ook niet eens zo vet. Kijk wat ik hier. Ik vind een goud nog veel vetter dan een panda. Maar waarom ziet hij er zo saai uit? Dat zijn allemaal wietbladeren of niet? I don't know. Hij kan wel een klein beetje op. Waarschijnlijk is het bamboe. Ja. We nemen hem omdat het kan. Why not? Taunts. Heart attack. Oké, die kennen we al. Step off is ook niets nieuws. Oké. Dan gaan we er snel doorheen. Op naar de volgende. Hier hadden we wel meer gekregen. 4 voor de head.
en 5 taunts en gestures. Deze was gewoon degene waar ik heel erg blij mee was. Maar dit is fucking vet. Dit soort dingen vind ik awesome. Daar ben ik blij mee. Maar ja, of het maar 20 euro waard is, niet bepaald. Spin cycle. Yay. Shadowboxing kennen we ook al. Niks nieuws. En no Johns. Oh, dat is een rage. Best grappig, want het is zo herkenbaar voor een hoop mensen. Vooral als je dan mensen own. Dus die, oh wacht, we hebben nog iets. Package wackage. Hey! Oké, hair themes. We hadden sowieso de pandas. En de cellmate zie ik ook nog. Zoals deze. Nou ja, die vind ik niet vet. Die ziet er nog niet zo vet uit. Ik gebruikte deze, want die heel erg goed bij mijn gouden pakje paste. Dan hebben we panda. Ja, die is eigenlijk gewoon precies wel alleen dan in het wit. Is niet heel spectaculair. Sky en night is niet vet. Dus jammer. Had heel veel meer in kunnen zitten. Voor de hive, de nomad. Bij... Raven. Gewoon een beetje zwart smink. Zwarte wit smink. Vind ik deze vetter nog steeds. Oké, we nemen wel gewoon dit. Want volgens mij hebben we een hele panda suit voor deze gozer. Dus dan is hij klaar. Dit is de Raven. Oké, hij ziet er op zich nog wel wat vetter uit dan ik dacht. Maar ja, come on. Het is gewoon niet speciaal. Deze ziet er exact hetzelfde uit als Doomsday. Echt exact. Alleen andere kleuren. Kijken. Exact hetzelfde. Maar andere kleurtjes. Nou ja. So be it. It's a trap! Of course it was a trap. Serieus? Met een trip mine? Dat valt me wel weer tegen hoor. Dat valt me wel weer tegen. Spin cycle. High five! Oké. So fresh. Heel fresh. Oké, dan hebben we deze gehad. Komen we aan bij de Seraph. De Seraph, ook een van de betere specialists natuurlijk vanwege die combat focus. Hiervoor hebben we 2 head teams. Waarschijnlijk een panda en dan die luchadora. Die er echt heel erg verkeerd uitziet. Als je het mij vraagt. En panda. Panda. Op zich best wel vet. Deze vind ik op zich best wel gaaf. Dat komt voornamelijk door die hoed. Luchadora. Oké, we nemen de panda. Ik vind die hoed, ik weet niet. Hoed vind ik vet. Death Blossom. Get me rap support. Waar zijn de raps? Hey, raps! Die is ook wel sick hoor, maar ja, ik speel Surge. Waar komen die raps dan vandaan? Motivation help. Do it! Just do it! Oké, die is awesome. Of was die meme een beetje afgelopen? Oké, all done is niet boeiend. Oké. Zag er leuk uit. Wacht eens even. Hoort die hoed? Hoort die bij mijn pakkie? En is Outlaw. Oh ja, nee, laat maar. Oké, de volgende. Battery. Hebben we 1 dingetje voor. Laat me raden. Panda. Die is zo eng. Deze is zelfs gewoon vies. Deze is creepy as fuck. I like it. Kunnen we iets moois mee combineren? Dus ik zou deze misschien wel passen. Bomber. We doen deze gewoon. I don't care. Oké. Dan hebben we hier nog eens een head team. Het zou grappig zijn, deze gozer is altijd kaal. Dan moet je eigenlijk een head team hebben waarbij hij gewoon heel lang haar heeft ofzo. What the fuck? What the? Kijk dan eens. Sinds wanneer kun je al die dingen gewoon zien? Dat kon je eerst toch helemaal niet? Oeh. Ik weet bijna zeker dat je die eerst nooit allemaal kon zien. Dat is raar. Maar we hebben natuurlijk panda. Deze is op zich ook nog wel gaaf. Creepy. Chance. Be afraid. That sensation impending extinction, mate. Mate! Like sticks and stones against tanks. Nou ja, whatever. Het interesseert me allemaal niet heel veel. Roar. Deze gozer gebruik ik toch bijna nooit. Ik ken hem ook al. Niets nieuws hier. We zijn bijna klaar. Good game. Points. Body theme. Volgens mij hadden we hier een hele vette voor, toch? Juist. Deze is dope. Maar weet je wat ik jammer vind? Deze vond ik ook zo gaaf. Hier had ik al een fucking vet pakje voor. Maar ik denk dat Phoenix toch wel vetter is. Dus we gaan voor de Phoenix. We hadden nog eentje meer gekregen. Dat is Panda. Die ging fuck aan is. En 2 head teams. The Sky en Geist. Oké. Whatever. Wacht, heb ik er nog één?
Oh, cliffhanger. Oh, dan doen we deze erbij. Cliffhanger. Oké. En last but not least, Ruin. De specialist die ik nooit, echt nooit gebruik. Dan hebben we dan nog een head team voor. Dat is Panda. Deze is echt creepy as fuck. I like it. Oké. Give up. You ready to quit? Nou, die is. Die was lang. Oké, give up. Ik heb ook allemaal al niets nieuws. Package wackage. En that's it. Dat was het. Dit was heel onze supply drop opening video. Geen enkel nieuw wapen. Geen melee weapons. Niks. Maar wel een paar leuke specialist dingen. Dus oké. Nog een klein beetje een troost. Maar in ieder geval, ik wil bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video van Black Ops 3. Dit zal waarschijnlijk de laatste supply drop opening video zijn, zoals ik eerder ook al zei. Simpelweg omdat er binnenkort natuurlijk het nieuwe Call of Duty uitkomt. En ik denk niet dat dan deze nog echt. Dat ze deze dan de rest nog echt zullen supporten met content. Ik kan het natuurlijk niet zeker weten, aangezien het drie verschillende developers zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat hier nog steeds nieuwe content vooruit komt. I don't know. In ieder geval, ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe! Panda, 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 panda.